weekoverzicht van 11 tot en met 15 november. Wat is er precies gebeurd vanochtend op de Kerkelanden? Ja, vanmorgen rond een uur of 7:15 reed er een vrouw die wilde oversteken daar. En plotseling werd ze aangereden door een automobilist. En die verklaart ook achteraf dat hij absoluut die mevrouw niet heeft gezien. Nou, zij is op de grond terechtgekomen. Heeft wel hulp gehad van omstanders. En uiteindelijk is ze naar het ziekenhuis vervoerd. En op dit moment weet ik niet precies hoe het met haar is. De man die haar natuurlijk niet expres heeft aangereden. Nee. Wat was zijn verklaring? Nou, hij zegt dat hij plotseling zag dat er iemand overstak. En hij heeft nog wel geprobeerd te remmen en uit te wijken. Maar ja, dat heeft helaas niet geholpen, want hij reed wel tegen haar aan. Is het overigens een plek waar vaker dit soort ongelukken gebeuren? Nee hoor, het is niet een specifieke plek waar nou heel veel ongelukken gebeuren. Alleen ja, deze mevrouw had wel vanmorgen enorme pech. Maandagmorgen, de 11e van de 11e. Het is weer zover. Moest u ook krabben vanochtend? De winter staat weer voor de deur, maar is de gemeente eigenlijk wel klaar voor de kou? Wethouder Mooijen stond ons hierover te woord. Nou, we zijn helemaal klaar voor. De winter kan komen, de sneeuw ook. Vanochtend was de weg nog te warm, dus we hoeven vanochtend nog niet uit te rukken. Maar we hebben genoeg zout en we zijn er klaar voor. Nieuwe voertuigen ook, waar we nou bij staan. Ja, ik zie, dit is behoorlijk wat een en ander bijgekomen en verbouwd. Ik heb ook begrepen dat er ook computertechnisch heel veel dingen veranderen. Ja, het is een soort nieuwe techniek met een TomTom-achtige routebepaling. Dus de chauffeur die hoeft eigenlijk alleen maar op de weg te letten. En automatisch pakt hij de goede route en ook de breedte van strooien wordt automatisch aangepast. Mag ik dan wel zeggen van we gaan op naar de sneeuw? Nou, laat de sneeuw maar komen. De politie lanceert een nieuwe dienst, Misdaad in Kaart. Maar wat is Misdaad in Kaart eigenlijk? Jeffrey Seys, wijkagent in Hilversum, legt het u uit. Dat is een initiatief van de politie en van de gemeente Hilversum. Misdaad in Kaart is bedacht zodat de burger meer inzichtelijk krijgt wat de inbraakcijfers zijn in zijn of haar wijk. Is het probleem actueel? Zo ja, wat kunnen we er tegen doen? Wat doet de politie eraan? Dat zijn zaken die via de site www.politie.nl aan bod komen. En nou ja, nogmaals, door het invullen van de postcode is het te zien hoe actueel de inbraken zijn in de wijk. Kijk, mensen, als er eenmaal ingebroken wordt bij iemand, dan ontstaat er veel maatschappelijke onrust, zoals wij dat noemen. Mensen schrikken daarvan. Het heeft een hoge impact op mensen. Dus om je vraag te beantwoorden, hè, waarom is het belangrijk? Mensen kunnen weten wat er speelt in hun wijk en wat ze er eventueel aan kunnen doen. En zo ja, waar kunnen ze rekening mee houden? Jeffrey nam ons mee de wijk in om een aantal zwakke punten te laten zien. Het zou eigenlijk voor mij, hè, als je redelijk sportief bent, ik zie hier kliko's staan. Nou, pak er een kliko bij, zou ik zeggen. Zet die daar neer. Klimt op het dakje. Nou, je zou daar bij het raam zou je relatief makkelijk te werk kunnen gaan. Dus, nou, hier staan geen auto's. Daar zie ik dat de vitrage nagenoeg dicht zit. Daarnaast is de vitrage weer open. Nou ja, goed. Door alleen al er langs te lopen, misschien een keer aan te bellen of aan te kloppen, weet je eigenlijk al of mensen wel of niet thuis zijn. Daar valt bijvoorbeeld op dat het muurtje doorloopt. Nou ja, hè, in die zin, als je erop gaat staan, kom je weer makkelijk bij het raam. Hier staat ook weer een kliko. Nou, deze staat dan heel goed buiten de tuin. Wat inbrekers ook vaak doen, is gewoon heel simpel aan poorten en aan deuren voelen. Nou, we zien het al. Hier zou je dus redelijk ongezien zou je de tuin in kunnen. Nou, je ziet al, hij zit op slot, maar als ik kwaad zou willen, dan zou die eventueel open kunnen. Het is nu relatief eenvoudig om vast te stellen of de mensen thuis zijn. Ja, je bent hier gewoon ongezien. Helemaal op het moment dat je onder de balustrade staat, hè, dus onder de balkons. Op het moment dat we hier naar beneden lopen, nou ja, door middel van wederom de methode inklimming zou ik weer op de balkons kunnen komen. Wat we hier zien, redelijk uniek wat mij betreft. We zien hier een houten omheining, een houten schutting. Mensen hebben hier zelf iets van schrikdraad of iets dergelijks opgemaakt. Ik weet niet of er spanning op staat, maar wat mij betreft is dit een hele goede oplossing. Het is in ieder geval preventief, alleen al middels dit bordje. Is dit wat mij betreft een hele goede preventiemaatregel. Belangrijk is, ben je thuis op dit tijdstip en je ziet wat verdachts, bel dan alsjeblieft 112 de politie. Op het moment dat je een onderbuikgevoel hebt van die man of die vrouw die ik daar zie, dat klopt niet. Wij kregen een melding binnen rond 1:00 vanmiddag dat er een storing was, een stroomstoring aan de Hooglarendseweg ter hoogte van huis nummer 5.
Het betrof hier een laagspanningsstoring. Dat is de stroomkabel die de huizen binnengaat, om het maar zo te zeggen. Voor zover wij weten is ook alleen deze woning getroffen door de storing. En een en ander is veroorzaakt door werkzaamheden die in de straat plaatsvonden. Inmiddels is het opgelost. Tussen 3:30 en 3:30 vanmiddag had de woning weer stroom. Maandag 11 november moesten de eerste automobilisten alweer krabben. Dit betekent maar één ding, de winter staat weer voor de deur. Voor de gladheidbestrijding wordt dit dus weer een ontzettend drukke tijd. Rob Scheper, teammanager, gaat samen met de strooiploeg zorgen voor een goed bereikbaar Hilversum. Alleen blijven die fietspaden toch altijd een probleem. Althans, misschien is daar nu wel een oplossing voor gevonden. Nou, wat we vorig jaar geëxperimenteerd hebben was vooral met de fietspaden met borstel schoon te maken, vooral als het gesneeuwd had. En ja, dat werd zo als een succes ontvangen door de bewoners. Daar kregen we hele positieve kritiek op, vooral op Facebook en op Twitter werd daar echt gereageerd. Toen hebben we met de aannemer rond de tafel gaan zitten om te kijken van ja, hoe kunnen we dat nou continueren en dat succes verder een vervolg geven. En heeft geleid tot dat de aannemer ook wilde investeren in twee nieuwe machines, twee nieuwe trekkers met nieuwe borstels daarvoor. Zodat we dat kunnen blijven continueren en dat we een efficiënt de fietspaden schoon kunnen houden. Denk je ook dat je daardoor het tempo waarin je Hilversum kan helpen ook sneller wordt? Want werkt dit ook sneller? Kan je meer kilometers maken op een dag? Nou, werksnelheid op zich hebben we een tijd dat we Hilversum, in ieder geval de hoofdroutes en de fietspaden, vrij willen hebben. Daar staat gewoon een vast tijdstip op en daar zijn het aantal voertuigen op gebaseerd. En we hebben in de hele gladheidsbestrijding 18 voertuigen rijden die dan continu bezig zijn om Hilversum bereikbaar te houden. Hoe is het met het zout dit jaar? Net als vorig jaar, we hebben natuurlijk de zouttekorten gehad 2 jaar geleden. Hilversum heeft erop gereageerd door nu vroegtijdig 2000 ton in te kopen, vastgelegd ook. Dat is ook echt eigendom van de gemeente en op afroep is dat binnen 48 uur ook te plaatsen. Dus als wij zien onze voorraad raakt langzaam leeg hier, de werkvoorraad, dan kunnen we binnen 48 uur gewoon die voorraad weer aangevuld hebben. Dus voor een gemiddelde winter is het ongeveer 750 ton wat we strooien. De afgelopen strenge winters was dat ongeveer 1500 tot 1800 ton. Dus met 2000 ton zitten we altijd aan de veilige kant. Ik heb begrepen dat er ook een nieuw systeem ontwikkeld is. Wat langzamerhand wordt ingevoerd. Iets met navigatie. Nou, het is een ontwikkeling die ingezet is. We hebben natuurlijk allemaal, dan kennen we de TomTom met GPS en de routes. Dit is een vergelijkbaar systeem. Er komt een soort TomTom in de auto waarop de chauffeur precies kan zien welke route die moet rijden. Dat is van tevoren al ingereden, zodat we precies weten ja, hoe we moeten rijden. Maar dat is niet alleen. De strooier die aan de achterkant zit, die wordt ook door dat kastje aangestuurd. Waar vroeger de chauffeur ook nog met hendels de strooibreedte moest bepalen en per wegvak moest veranderen. Dat doet het kastje nu ook automatisch. Dus hij strooit alleen waar het nodig is. Hij past de wegbreedte aan. Want ja, soms ga je over een bredere weg en soms over een smallere weg. Dat past hij aan. Dus dat betekent dat je ook efficiënter met zout omgaat. En heel effectief strooit, zodat je ook niet langs de bomen het zout erin gooit en in de grasvelden. Nee, alleen echt op de weg waar het hoort en waar het nodig is. Ik heb begrepen dat er ook in het procedé iets gaat veranderen. Ik dacht dat het dit jaar zou zijn, maar ik heb begrepen dat dat volgend jaar begint. Iets met water, iets met vochtigheid. Ja, klopt. Volgend jaar moeten wij hier van deze locatie af, waar we nu staan aan de Mussenstraat. Dan gaan we naar de eerste loswal en daar hebben we meteen een voorziening getroffen waar we straks kunnen natstrooien. Natstrooien is een zoutmengsel met vocht, wat we ook sproeien zeg maar, op het wegdek. Het voordeel daarvan is dat je ook preventief kan strooien, dus dat niet pas als het glad is dat je dan aan de gang gaat. Maar als je weet het gaat glad worden, dan kan je al vooraf gaan strooien en voorkom je al een heleboel gladheid in een eerder stadium. Dus dat is het grote voordeel. En daarnaast is het ook nog minder zout wat je verbruikt. Dus ook dat is weer voor het milieu en duurzaamheid weer een gunstig neveneffect. Nou, laat de sneeuw maar komen. Op 14 november opende in Amsterdam de tentoonstelling Titanic, The Artifact Exhibition. Hier staan onder andere replica's van de gezonken Titanic.
En laat nou één van deze replica's gebouwd zijn door de Hilversumse Ruud Kats. Wij brachten een bezoekje aan deze bijzondere Hilversummer. Hoe is uw belangstelling voor de Titanic begonnen? De belangstelling om dit model te bouwen is begonnen door het boek van Robert Ballad, Op het spoor van de Titanic. Daarin staan ontzettend mooie schilderijen van Ken Marshall, waarbij het schip op de zeebodem zit liggen. En dat is eigenlijk een beetje mijn inspiratiebron geweest om dit model te bouwen. Wat is zo speciaal aan per se de Titanic? Het verhaal op zich. Je hebt natuurlijk een gigantisch groot passagiersschip. Voor die tijd eigenlijk het grootste schip wat voer op zee. En eigenlijk tijdens een eerste zeereis gezonken is. En hoe is het proces gegaan met het bouwen van deze modellen van Titanic? Ja, je gaat natuurlijk kijken of je een groot model als bouwpakket zou kunnen aanschaffen. En dan is het meestal van kunststof of wordt dan gauw houtbouw. Maar omdat ik eigenlijk een wrak wilde gaan maken, is dat geen materiaal om lekker mee te werken. Dus wat experimentjes gedaan met papier en karton. Nou, er is dan eigenlijk dit model uit voortgekomen, want dat werkte het prettigste eigenlijk. Zou u het proces van het bouwen van de modellen kunnen laten zien? Ja, dat kan ik ook even laten zien. Dat is sowieso wel heel leuk, want ik krijg nog wel eens vragen van waar is het van gemaakt. En als ik dan mensen wil uitleggen, dan heb ik dit boekwerk voor. Dat heb ik dan helemaal zelf bijgehouden. Want hier staan allerlei foto's in van de beginfase van het schip. En dan kan ik dus inderdaad ook nog laten zien dat het helemaal van karton is gebouwd. En mensen geloven dat niet altijd als ze het zo in volle naad zien staan. En dan krijg je toch wel graag vragen van, is dat echt van ijzer of wat voor materiaal is het? Nou, en hier kan ik dan uiteindelijk in laten zien hoe het schip eigenlijk tot stand is gekomen. En dat is best wel heel leuk, want ik kan ook wel door middel van dit soort foto's, kan ik ook een beetje uitleg geven aan mensen van hoe ik dat nou vervaardigd heb om dat schip die uitstraling te geven. Kijk, dat heb ik hier zo. Dit is dus het gedeelte van het achterschip. En dit is al bewerkt met de lijm of met de verf. En er zijn bepaalde delen zijn dan weer ingesmeerd met bisonkit. En daar heb ik dan die wattenbolletjes tegen aangedrukt. En na verloop van tijd heb ik dus dat overtollige materiaal weggehaald. Dus wat krijg je allemaal van die rare lange draden te zien. Nou, later ben ik daar dus met zo'n cocktailprikkertje doorheen gegaan met een velponlijm. Dus dan krijg je dit effect. Nou, en dat ga je dan uiteindelijk weer schilderen. Nou, je ziet daar ook nog een mooi voorbeeld van. Hier ook. Nou, hier zie je dus net na dus, dat ik dus met dat velpon daar doorheen ben gegaan. Dus dat is eigenlijk allemaal nog te lang. Hier zijn ze dan al een beetje op maat geknipt. Nou, en uiteindelijk krijg je hier het eindresultaat. Dus daar gaat dus wel heel wat uurtjes vooraf eigenlijk, voordat het die uitstraling heeft. Ja. Zou je misschien een beetje kunnen uitleggen wat alles is van de boot, wat waar zit, zeg maar? Ja, dat wil ik best doen. Dit is natuurlijk een opname van het voorschip. En je ziet hier, dit gedeelte is dan het voordek met een groot vrachtluik erin. En na het voordek krijg je het kuildek met twee grote vrachtluiken met twee dekkranen erop. Dit is de hoofdmast, de volmast, die dus tijdens het zinken is omgegaan tegen de brug aangeslagen. Waarbij dus het bruggedeelte vrij zwaar beschadigde. En door de druk van het zinken, de druk van het water, is dus die hele brugsectie beschadigd en weggeslagen. Nou, het verloop wat je hier dan ziet, dat zijn dan nog de dekhuizen van de officieren en zo. En hier heb je hierbovenop, daar heb je dus, daar zat vroeger een hele mooie glazen koepel op. Dat was dan van de statietrap. Dat was het grote trappenhuis wat dus diverse dekken met elkaar verbond. En dat was ook voor de eerste klas en de tweede klas passagiers alleen toegankelijk. Wat vindt u het mooiste detail of onderdeel van deze boot? Ja, eigenlijk alles wel. Want ik ben er toch wel heel erg trots op dat het tot dit eindresultaat is gekomen. En ik heb er ook altijd, als ik er mee op tentoonstellingen sta, is het
De reacties van de mensen die je krijgt is toch eigenlijk wel overweldigend. De positie van de Titanic in Amsterdam, gaat u daar nog heen? Sterker nog, ik ben er eigenlijk al geweest. We zijn bij de opening aanwezig geweest. En dat was ontzettend de moeite waard. En het is zelfs zo de moeite waard dat ik voor mezelf ook al zeg, ik ga er zeker nog wel een keer naartoe om alles nog eens een keer rustig te bekijken. De tentoonstelling Titanic, The Artifact Exhibition, is tot 11 mei te bewonderen in Amsterdam Expo. Ja, we hebben prioriteiten vastgesteld. Dat heeft trouwens in 2011 de Raad zelf gedaan. In 2011 is er een strooibeleid aangenomen. Dat heet Plan van Aanpak Gladheidsbestrijding. En daarin staat wat de prioriteiten zijn, wat de volgorde is van strooien en gladheidsbestrijding. Dus ik was trouwens verbaasd over die berichten. Want de afgelopen 2 jaar, strenge winters met veel sneeuw en gladheid, is het hier in Hilversum fantastisch gegaan, het strooibeleid. Ja, en u zegt eigenlijk, waar hebben ze het over? Ze hebben het zelf zo bedacht. Ja, ze mogen het over hebben, maar het is door hen zelf in 2011 vastgesteld. Daarna hebben we een aantal verfijningen aangebracht. Soms is de route iets veranderd. Maar daarna hebben we gewoon het beleid doorgezet en uitgevoerd. En dat beleid is, even voor de duidelijkheid dus, dat een wijk als bijvoorbeeld Trompenberg kennelijk daar meer prioriteit heeft als over het spoor. Nee hoor, het wordt niet per wijk bekeken. De prioriteiten die worden genomen om de stad goed bereikbaar te maken. Dus prioriteit 1 is buitenring en de centrumring, de radialen, de busroutes, hoofdwegen en uiteraard de aanrijroutes naar het ziekenhuis. En daarna komen de andere prioriteiten, zoals wijkontsluitingswegen en fietspaden. En dan komen de winkelstraten en de industrieterreinen. En daarna komen de woonstraten. Maar betekent dat, meneer Mooijer, dat dus in de praktijk mensen die het wat beter hebben in Hilversum, dat die daar dan meer van profiteren als mensen in de, zeg maar, armere wijken? Daar is geen sprake van. Als je aan een aanrijroute woont, dan wordt daar geveegd. En prioriteit 3, dat zijn de woonstraten. Net zo goed de woonstraten in Hilversum-Noord als de woonstraten in Hilversum-Zuid. Dus er wordt überhaupt geen verschil gemaakt. Maar wij laten ons niet van ons doel afbrengen. Als het glad wordt, dan zijn we er weer.